Kopman op pad. Goeiedag. Ja, wel op pad. Maar we zitten in het Vonden. Het is slecht weer. En er komt een heel belangrijke persoon. En die belangrijke persoon, die woont in dit mooie dorp. Maar hij heeft een heel breed gezicht. En een gezicht wat zeker herkenbaar is. En dan is het een man die in de politiek van Hoogvenen zit. Ik ken hem bij me niet zo goed. Welkom, Brand van Rijn. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, Brand van Rijn, fractievoorzitter van de SGP. Ik zal even een beetje een introductie houden. Ja, de SGP is... Een klein beetje meer. Ik ben Brand van Rijn. Ja. Ik woon op Willem. Ik woon sinds 16 juli 2008 in Elim. En ik heb er nog geen dag spijt van. Hartstikke mooi. Maar wat kom je oorspronkelijk vandaan? Ik ben geboren op de Veluwe, Ermelo. Ja. En daar heb ik 23 jaar gewoond. Ja, klein eventjes niet, want mijn ouders gingen toen verhuizen, maar dat is maar heel kort. En daarna heb ik zowat 20 jaar in Genemuiden gewoond. En van Genemuiden zijn wij naar Elim verhuisd. En hoe ben je daartoe gekomen? Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, wij zochten wonen en werken bij elkaar. Kijk, ik ben zelfstandig ondernemer. En je bent elke avond ben je bezig met tekenen, met rekenen, met voorbereiden of voor de andere dag klaarzetten. Dus ja, ik was 3-4 avonden in de week niet thuis. Toen we kleine kinderen hadden, nou, dan was ik tot een uurtje of 7 thuis. Maar dan bracht ik de kleine kinderen naar bed. Ja. Voorlezen, zingen. Kijk, hurry erin. Ja. Het wordt nog steeds te doen, hè? Jazeker, dat is heel belangrijk. En het mooiste was, ja, dat ga ik hier toch stiekem maar even zeggen. Dan kwamen die van zo 12, 14, 16 jaar, die kwamen dan heel stiekem om de deur. Want vader was aan het voorlezen. Kunnen die dat mooi? Kunnen die, ja, ik kan, dat blijkt dan, want anders kan ze niet in de deur. Dat kan ik redelijk, want voorlezen is iets laten zien. Ja. En dat is de kunst. Als ze daaruit stappen, dan hebben ze het hele beeld, moeten ze recht voor de ogen hebben. Prachtig, hartstikke mooi. Maar, nou ben je niet alleen vader, je bent een hele harde werker in de middenstand. Ja. En je hebt ook een politiek talent. En dat wij toe weet. Anders staatskundig gereformeerde partij. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, ik ben van mijn 18e al lid van de staatskundig gereformeerde partij. Ja, en dat is ook wel een klein beetje, ik heb het met de paplepel ingekregen. Mijn opa die zat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer voor de SGP. Mijn oom, zijn zoon, die zat ook in de Tweede Kamer. En ja, als je dan bij je opa ziet, waar gaat het dan over, hè? Ja, dat is alles politiek, hè? Ja. Het is een heel groot deel van mijn leven in politiek. Ja, ja. Ik heb in Ermelo ook altijd actief bezig geweest. Ik ben altijd secretaris, of gedeeltelijk secretaris geweest van de kiesvereniging in Ermelo. Nou, in Genemuiden was het niet zoals een hele grote kiesvereniging. Jong, als ik daar nog aan denk, dan kwamen we zo met... 160 tot 200 leden kwamen gewoon even samen in een vergaderingetje. Dat is groot. Jazeker. En kunnen die toen ook een woord wegkrijgen? Was dat ook een hele goede... Ja, dat was echt... En er was een studievereniging voor de SGP jongeren. En joh, dat was gewoon heel actief daarom. En toen kwam je in Elim. En toen zei je, ik ga in de politiek in Hoogeveen. Nou ja, ik wil niet vullen zeggen, meneer Van Rijn, Brand, als ik zo mag zeggen. Ja, je zegt gewoon, ik zeg gewoon Roelof en jij zegt gewoon Brand. Toen kwam je niet in een gesprek bij die? Nee, zeker niet. Want ook een leuk stukje geschiedenis. Hoogeveen is al meer dan 80 jaar actief SGP. De kiesvereniging heette het toen en nu is het dan de afdeling. Uit mijn hoofd gezegd hebben we 16 keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. En 15 keer de drempel niet overkomen. Niet juist. En Brand is er en er is iemand die valt nee, op de drempel. Nee, 2014 hebben we ook meegedaan. Toen waren we er ook nog net niet. En nu hadden we het ook nog niet op gerekend. Maar gewoon, als je een klein beetje rekenen kunt, dan denk je, nou, we komen er nu nog net niet. Maar als we nou eens een beetje nog meer actiever zijn, dan heb je misschien kans dat we de volgende keer... Maar ja, helaas... Of moet ik zeggen, gelukkig. Toen was het 2018. Ja, maar het was gewoon een complete verrassing, hoor. Ja, maar toen dacht ik niet van Deksel, ik heb mijn werk nog.
En ik heb mijn andere hobby. En nou komt de politiek erbij. En ja, dat zal in, denk ik, maar, een achtertasje erbij. Jacob had het er ook al over, hè, toen die wethouder. Hij kon niet van tevoren echt inschatten hoeveel werk was dat. En daar had ik ook gewoon geen zicht op, joh. Nee. Je komt in de gemeenteraad. Maar goed, wat houdt dat allemaal precies in? Ja. Dat moet je ervaren, dat moet je ondervinden. Anders dan weet je dat niet. Hang ik door bestuurlijke ervaringen in een verleden? Heb je dat opgedaan? Nee, niet echt. Niet echt. Dus dit was vroeger ook een helemaal een nieuw podium? Ja, dat was echt een hele nieuwe leer. Ja, dat was echt, in het begin was het echt hard knokken, ja, om even snel door te krijgen hoe de neuzen stonden. En hoe is zo'n ervaring nou in de gemeente? Nou, ik zal je vertellen. Kijk, ik zelf heb gewoon de instelling, ik vertrouw iedereen totdat het tegendeel blijkt. Gewoon klaar. Maar ongeacht wie. Ja. Totdat het tegen, soms nog een keertje het voordeel van de twijfel, dat doen we ook nog wel. Nou, zo ben ik ook de gemeenteraad ingegaan. Dat is ook iets des SGP's. Wij gaan die mensen wantrouwen. Dat doe je niet. Oké, wij beginnen. En we zijn in maart begonnen. Het begon al, hè. Het was, even kijken, het was mei, juni. En dan krijg je de jaarrekening van 2017. Ja. Het is de eerste keer dat ik zo'n boekwerk kreeg. Hè. 250 pagina's. En een ingewikkelde materie. Ja, maar het hoeft ook niet in één dag uit. Nee, maar ik kreeg het ook niet in 2 maanden uit nog. Maar het gaat niet om uit te lezen. Het gaat erom, wat staat er nou precies? En dan moest je soms, dan was je achter in het boek. Maar er stond daar iets, dan moest je weer voor in het boek. En je bladerde maar van hot naar her. En ja, je moest het allemaal maar even weten. Dus dat was best wel even heftig. En eerlijk waar, ik heb er toen ook een punt van gemaakt met de algemene beschouwing. Dan heeft de accountant, die heeft de boeken gecontroleerd. Ja. En die vindt op het laatste momentje ergens onderin een laadje, vindt hij nog 1 miljoen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Dat is toch geen zakcentje of zo? Nou, voor de gemeente wel. Gelukkig was het in de plus. Ja, precies. Dus er was toen ook al een tekort op de jeugdzorg. Nou, dat werd dan gelukkig een klein beetje geminderd. Maar toen dacht ik bij mezelf, jongens, dat kan niet. Je kunt best een begroting hebben van 160 miljoen, maar 1 miljoen zomaar eventjes. Op het laatste moment kom je erachter dat je dat ook nog hebt. Ja, precies. Ja, dat is een beetje... En wat zeiden ze toen hij door... Ja, maar daar heb ik voor de rest helemaal geen reactie op gehad, joh. Want je hebt nog wel een paar punten waar hij zegt een goede jeugd- en ouderenzorg. Ja, zeker. Nou, hoe kijk je er nou op terug? Ik heb trouwens een doel, Brand. Nou, ja, je weet het, hè. Vorig jaar, 2018, hoe we geknokt hebben voor die bijlage F, om dat van tafel te krijgen. Maar ja, dan waren je echt die tweespalt in de raad, oppositie en coalitie, was toen nadrukkelijk aanwezig. De coalitie die zegt, nee hoor, we moeten het college steunen, dit moet doorgaan. En met mooie, zalvende woorden. Nou, ik heb daar toen in mijn bijdrage echt een punt van gemaakt. Ik zeg, jongens, luister eens, christenen, die hebben een plicht. Ik heb het ook echt uit de gelaten brief, hè. Vervult alzo de wet van Christus, hè. Maar, ja, daar wordt geen notie van genomen. Dan denk ik, nou ja, dat hoort bij de SGP. Aan je ook het gevoel soms dat hij niet serieus genomen heeft? Nou, ja, best wel. Want dat lijkt me een rot gevoel, als hij een punt aanbrengt en dat ze dan zegt van, ach, ja, maar goed, je kunt overal wakker van liggen. Maar goed, ik zal nog eventjes wat meer aanhalen waar we ook echt altijd... Nou, we waren dus in het begin. Nou, toen kregen we juli 2018, kregen dus eerste informatie op. En toen kwam dat debat over de ijsbaan en het zwembad. Ja, nou, project IJs. Eerlijk, ik heb me verbaasd, jongen. We konden de financiering voor de ijsbaan niet rondkrijgen. Maar wacht eens even, jongens, er staat nog op de planning, 2024 moeten we een nieuw zwembad hebben, 16 miljoen. Als we die nou eens even naar voren halen, en die voegen we die, en dan maken we zwembad, ijsbaan in ene, en dan kunnen we synergieën, dan kun je voordeel vanuit halen, en dan hadden ze alleen maar berekend 4 miljoen. Nou, ik heb het echt in mijn bijdrage, het was gewoon een flop, die hele synergie. Het was gewoon rekenkundig iets om jezelf maar een beetje rijk te rekenen, anders is het niet. Nou, dan hadden ze een obligatiefonds, nou, die was eerst 4 miljoen, of 4,15 of zo. Nou, daar moest nog even een miljoentje bij, dat deden we ook nog. En
Maar ze vergaten, de gemeente die stond overal garant voor. Voor 9 miljoen stonden ze garant. Ze moesten zelf 20 miljoen financiering zien af te sluiten. Ja. En voor 9 miljoen stond gewoon de gemeente garant. Nou, even over boekhouding gesproken. Als gemeente zijn en je moet ergens 9 miljoen garant voor staan, moet je minstens 1/3, 3 miljoen, moet je reserveren in de begroting. Mm-hmm. Ik heb gezegd, ja, maar nou, als je dat het jaar gelukkig niet nodig hebt, oké, dan hou je dat over. Hè? Je hebt ook een hele mooie herberekening, heb je op een site staan, hè? Jazeker. Dus het was ook, het is ook heel mooi om eens even te kijken van, is dat nou waar, wat er, hè? Klopt dat allemaal? Daar komen we zo nog even op, want dat is het volgende punt. Nou, ik heb daar echt een punt van gemaakt toen. Dat ze zeiden van, ja jongens, luister eens. Dit doen we wel, maar we gaan onze eigen limieten, die we gesteld hebben, met een raadsbesluit. Ja. De schuldquote mag niet hoger dan 80%, maar als we dit plan laten doorgaan, ja, dan komen we 94% en een beetje kan het wel 96% worden. De schuldquote. Nou, ik heb gewoon gezegd, raad van, hoe geloofwaardig ben je? Je gaat eerst een limiet stellen en nu wil je graag je troetelkindje IZ hebben. En dan ga je maar over je limiet heen. Ja. Hetzelfde is met de solvabiliteitsratio, dat hadden ze vastgesteld op 18%. Vind ik al aan de lage kant. Nee, dat kon zakken naar 14. En als het een beetje tegen zat, kon het nog wel ietsjes verder zakken. Ja. Kijk. Dan ging het wel heel goed de verkeerde kant op. Toen ging mij een lichtje branden, denk ik. We horen het, hè? Een te grote broek aan, hè? Ja. Toen dacht ik echt, deze gemeente die trekt een veel te grote broek aan. Maar niet de enige die op de rem trapt. Nee, gelukkig niet. Want waarom is dat niet gebeurd? Want er is wel op de rem trapt, maar toen waren er wel heel veel kosten en lucht. Ja, maar we zaten toen nog in debat. En kijk, Jacob die zei van de week ook in dat interview van ja, de Partij van de Arbeid die was toen tegen, maar hij vergat dat de SGP altijd tegen geweest was. Maar goed, bij deze is dat al even rechtgezet. En ja, er waren nog twee andere raadsleden, mevrouw Bisschop van het CDA en Marin Rutgers van de D66, die waren er ook tegen. Dus toen uiteindelijk besluitvorming van die IZ voor die 32 miljoen kwam, toen was de hele raad voor minus 6 raadsleden. Dus ja, ruime meerderheid. Ja, dat gooi je dan niet redden. En dan nu de algemene teneur. Juist. En vooral dat stuk van het CDA. Mm-hmm. Dit college heeft het laten afweten. Nee, Vind je dat ook? Ja, dat hebben wij gevonden. Dat hebben wij serieus gevonden. Want wij hebben ook meegesteund die motie van wantrouwen toen bij dat... wat was het, dat dossier over die onderwijshuisvesting, hè? Toen Jan Steenbergen dus de Pesaldo ook weer afgetreden is. Dus dat hebben wij toen ook gesteund. Hoe is dat bij jullie overgekomen? Nou, je bedoelt dat die motie van wantrouwen, ja. Dat is voor ons een heel zwaar punt. Want dan zeg je dus echt het vertrouwen op, hè? Precies. Ik zei dus net al, wij geven iemand altijd het vertrouwen totdat het tegendeel blijkt. Nou, al die dossiers even op een rijtje, we hebben gezegd, ja jongens, hier moet een echt... Maar vanaf toen is het nog niet direct verbeterd, hè? Nee, lang nog niet. Nee, nog lang niet, want het moest eerst zo ver in de soep lopen, totdat het eindelijk zover was. Als ik een amendement en een moties deur is, ja, ik ben er niet in iedere dag deur kom. Nee. Mijn eerlijkheid zal verzeggen. Nou, ik zal je dan vertellen, dus 2019 hadden wij dus de begroting en toen zeggen wij, jongens, luister, dat was ook 2018, ja, dat kwam daarna. Wij, toen wouden ze 11% OZB-verhoging doen. Ja. Wij zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. OZB wordt altijd verhoogd, maar nooit verlaagd. Dus alles wat erbij komt, gaat nooit meer eraf. Nee. Dat is gewoon vast te stellen. Dat is helemaal niet iets geheimzinnigs. Nou, hadden wij echt een externe hulp erbij ingeschakeld, hoor. Echt, die echt van wanten weet. Nou, we hebben de hele, precies in de volgorde van de begroting, de berekeningen gezet. Stop IZ, stop die vrouw die altijd een beetje voor de gemeente gaat lobbyen, die lobbyist. Dat was ook 95.000 euro. Allemaal de dingen hadden we keurig netjes op een rijtje. Als dat toen, het was dus eind 2018, ja.
Maar ze waren nog in de veronderstelling dat 2020, dan gaan we schaatsen met z'n allen. Maar ja, ze waren al een jaar later, hè? Want om die 4 miljoen subsidie te krijgen van de provincie, ja, hebben ze ook al in 19. Ja, ja, maar goed, toen was het nog steeds aan de orde, we gaan het halen. Ja. Maar ook eventjes nog even terugkomen op dat IZ. Wij hebben gewoon toen aangegeven, hoe durf je dat te noemen? Het is gewoon jezelf voor de gek houden. We waren dus in juli 2018. Toen waren we met het debat en toen kregen we ook de besluitvorming. En, nee, maar we gaan 1 januari 2020 gaan we schaatsen. Er moest nog aanbesteding komen. We wisten nog even. En het gekke was, wij geven zeg maar budget voor 32 miljoen. Ja, ik niet, maar de meerderheid van de raad. En wat weten we? Ja, we krijgen misschien een ijsbaan zwembad. De juridische structuur, dat obligatiefonds. Niks was er zeker, helemaal niks. En we stemmen gewoon op. En dat bleek ook, hè? Ja, achteraf. Ik bedoel, er was niks meer, er was geen rode stuiver meer. Ik heb gewoon tegen iemand gezegd, toen waren we nog in de aanbesteding bezig. Op een achterkant van een sigarendoosje, kun je het zo uitrekenen. We komen tussen de 45 en de 50 miljoen uit. Gewoon, dat is heel simpel, gewoon nuchter. Ja. Even de prijsstijging erbij, dit erbij, dat erbij. En je komt op dat bedrag uit. Ja, je hebt dat financiële... debakel, de parkeergarage nog, waar ze zich ook mee gerekend hebt. Ja. Het Bentingspark is ook aan zien te vallen dan dat het moest. Er is geen lering getrokken. U de ding die veranderd moest worden. Nee. Totaal niet. Echt niet. En het erge vind ik ook, het lijkt wel of ze allemaal zussen projecten, ze kunnen het amper aan financieren, hè? Want dat is echt een ingreep in onze financiën. En wat vergeten ze dan? Dat als het één keer staat, moet het onderhouden worden. Daar hebben ze nog bij geen één hebben ze dat zowat berekend. Nee, dat komt achteraf, want dat zie je dan wel, zie je dan wel weer. Ja, het is wonderlijk dat je zegt van, als een bedrijf zo zou doen, zou die lang failliet geweest zijn. Ja, dan zou je niet meer op pad gaan. Nee, maar dat is toch logisch? Dat is zo, maar nou is dit gebeurd. We hebben een tekort van 8 miljoen in deze gemeente gevonden. Want hoe gaan we dat nou oplossen? Ja, want... ja, maar we zijn er nog niet. We moeten eerst even aantonen, en dan kom ik even, dat het college dit zelf ook ingezien heeft. Nou, te laat. Te laat, maar ze hebben ruiterlijk toegegeven, jongens, dat is niet goed gegaan. En dat ging al in de begroting maken, hè? Ja, ja. Ik zal je één voorbeeldje geven. Er wordt gewoon jaarlijks 3 ton, ik zeg maar even afgerond, het is iets, 3 ton wordt er in de begroting opgenomen voor het innen van de parkeerboetes. Ze halen maar net 1 ton per jaar op. Je zou je toch verwachten, oké, één keer kan dat voorkomen, ja, maar een andere jaar staat het er weer in. En dan geven ze gerustig die wethouder de schuld. Hey, je moet wel even zorgen dat er meer parkeerboetes komen. Dan denk ik, jongens, we mogen toch blij zijn als die parkeerboetes naar beneden worden. De mensen tenminste fatsoenlijk. Ja, het is een tegenstelling. Want we willen voor de toeristen willen we Hogeveen aantrekkelijker maken. Ja. En als je dat dan doet en je gaat dan de parkeerboetes veel meer verhogen. Het parkeergeld per uur ook verhogen. Want dat is ook in de begroting opgenomen. Dan wordt het niet aantrekkelijk. En we hebben er ongeveer in te gaan om door die winkelstraat te lopen. Nee, wij hebben toen echt, toen was die centrum, de stadscentrum management, die was ook bij de inspreek. Toen vroegen wij, nou, kun je ongeveer aangeven, als je nou echt iets goeds voor de winkels wil betekenen, hè? Laten we alle parkeergeld er gewoon afhalen. Ja, dat is de oplossing. Ja, dat is ook zo. Maar, dan komt 10 miljoen tekort. Ja, en nou komt het volgende. Dat is centrum management met de winkels aan bijdragen. Ja. Alleen, ik geloof alleen de Jumbo, die wou er geloof ik al zo 160.000 euro aan bijdragen. Als de parkeergeld eraf zou gaan. Heet binnen, ja? Nou nee, ik geloof dat ze, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat ze rond de 2,5 miljoen of zo aan parkeergeld ophalen op jaarbasis. Ze halen meer op. In totaal? Ja. Dat is niet alleen bij de Jumbo. Nee, maar het gaat over de hele stad. Ja, hè? Ja. Ze halen er zoveel binnen, maar vergis je niet, dan zit er dan zo'n organisatie die dat allemaal organiseert, die de parkeermeter, dan gaat
vrachtengeld gaat er weer vanaf. Ja. Maar goed, dat is nou een keer zo. Voor ons hoeft het niet, maar ja, je, net wat je zegt, er moet wel wat tegenover staan. Want je hebt dan een stuk inkomsten minder. Ja, zeer zeker. Maar je hebt ook een heleboel sores minder. En dan beginnen ze, ja, nee, maar dan gaan mensen allemaal slordig parkeren en dit en dat, weet je wel. Nou, ik geloof niet dat het echt slordig is. Want als ze dan slordig parkeren en er lopen toch een paar handhavers, krijgen ze even goed een bekeuring. Dat bedoel ik. Dat wordt echt niet anders, hoor. De regels worden niet anders. Nee, maar nou eventjes over... Want we zijn nog steeds bij dat IZ, want ja, daar is het goed misgegaan. Ja. Ja. Die financiering, die kon niet rondkomen van die ijsbaan. En dan gaan ze een heel slim trucje bedenken. Ja. We gaan de stille reserves inzetten. Ja. Komt echt bij de wethouder van de CDA destijds vandaan. Erik Jan Kreutzer, die heeft toegegeven dat hij daar ook in meegewerkt heeft. Dan gaan ze dus stille reserves, dat zijn gronden. Die gronden hebben een bepaalde waarde. Die gaan ze om niet aan de BAM geven. Mm-hmm. Als je achteraf dan zegt, nee, dus hoe hebben ze het kunnen doen? Dat is gewoon heel dom, want ze konden het zo weten. Dat moet Europese aanbesteding, je kon het niet zomaar aan de BAM gaan gunnen. Dat bestond helemaal niet. Nee. En dan zou de BAM, die zou dan 4 miljoen inbrengen op het project IJsland. Dus zeg maar dat die IJsland 8 miljoen zou kosten, dan zou de BAM 4 miljoen nemen. Maar het was niet gratis geld. Nee, want die 4 miljoen, dat was die waarde van die grond en misschien nog wel meer. Daar hebben we helemaal geen zicht op, dat was toen helemaal geen taxatie. Nee, was niks bekend. Nou, maar ik vind, en dat heb ik ook eerder gezegd, ik vind dat ze toen een spaarpot kapot hadden. Ja, maar nu, het volgende. Nou gaan wij daar vragen over stellen. En zeggen, wij zien het gewoon als een bijdrage van de gemeente Hogeveen. Nee, dat zagen we verkeerd. Maar het is gewoon een bijdrage. We hebben binnenkort eens een gesprek met de formateurs, hè? Ja. Nou, het eerste wat ik ga inbrengen, jongens, onderzoek die stille reserves. Zet die nu in, nu is het nodig. We kunnen dus minimaal zo 4 miljoen daarvoor krijgen. Of ja, meer. Want de marktwaarde is ook een beetje gestegen. Maar die grond is toch verkocht, brand? Nee, die is niet verkocht. Ze hebben nog wel meer grond, hoor. Dus ja, maar ja, het is toch zo, al hebben ze die grond ook, en dat onderzoek dat moet er ook wel komen, want het soort lopen is, had het nooit meer. Nee, echt niet. Maar al dit soort puntjes, dat gaf ons telkens, ja, waar is dit bestuur mee bezig? Maar dan kun je toch niet de enige in de Westen? Nee, maar op dit punt, over die BAM, er is er één raadslid geweest en die heeft toen in een raadsvergadering gezegd, hey, weten wij wel zeker dat we dat zomaar met die BAM kunnen gaan doen? Of moet het geen Europese aanbesteding worden? Alles boven de 5,5 miljoen of zoiets, dat moet Europees aanbesteed worden. Nou, ze slepen daar een obligatiefonds bij. Ik hoorde Jan Steenbergen toen nog op dat debat daarop bij RTV Drenthe zeggen, nee hoor, het obligatiefonds is al helemaal gevuld. Er bestond niet eens een obligatiefonds. Toen dacht ik, zijn dit nou, wat zijn dit nou voor... Dan heb je op een site staan een goed functionerend gemeentebestuur. Ja. Dat heb je dan wat dik gemist. Ja. Kriegen we dat nog? Ja. En nou komen we, er zijn nog veel meer, want we gaan ja, nog... Ja, Nee, maar ik wil nog even een puntje maken. En met name het CDA, dat die zomaar zo'n bom van wantrouwen onder dat college gooit. He, daar heb ik geen goed woord voor over. Niks. Nee. Echt niet. Dat vind ik zo vreselijk iets. De kortste weg was geweest dat we gewoon met z'n allen die visie die het college heeft. En goed, daar stond die 25% OZB, daar waren wij ook niet voor. Hadden we met z'n allen als oplossing om dat niet te doen en op andere plekken wat meer te doen, zodat we datzelfde bedrag binnenkregen. Waarom niet voor een artikel 12 geweest? Nou, sinds het CDA dit gedaan is, was ik wel voor een artikel 12. En dan een OZB van 40%? Ja, maar kijk, dan maar is... Dan is de harde hand, hè? Dan komt het. Ja, maar dan is niet de raad die beslissing heeft. Nee. Dus, maar goed, de,
En dat beseffen ze gewoon niet. Want die waren kwaad. Toen die bonden onderlegd is. Ja, ik was echt... Waren die gieren kwaad. Nou, kwam het wel een beetje op. Het is vaak wel zo, ik kan soms even boos worden, maar meestal nooit langer dan 5 seconden. Dat scheelt altijd. Ja, toen werd je ook interrupteerd. Ja, dan zakt het wel weer af. Maar het is gewoon zo. En dan geven ze het college de schuld. En dat heeft mij echt gestoken.